Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 6 november. Van zaaien tot oogsten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Prediker 3, vers 1. Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Prediker 3, vers 1 zegt ons dat voor alles wat er gebeurt een vastgestelde tijd is. We leven niet allemaal tegelijkertijd in hetzelfde seizoen. Er kunnen tijden zijn dat iemand anders van de oogst aan het genieten is, terwijl jij je nog in het plantseizoen bevindt. Bedenk dan dat zij ook eerst door het plantseizoen moesten gaan, net als jij. Zaaitijd staat voor het leren van de wil van God. Elke keer als ik kies om Gods wil te doen in plaats van mijn wil, plant ik een goed zaadje dat uiteindelijk zal leiden tot een oogst in mijn leven. Tussen het zaaien en oogsten is er een tijd van wachten. De wortels groeien en graven zich een weg onder de grond. Dit proces kost tijd en het vindt ondergronds plaats. Bovengronds zie je niet dat er iets aan het gebeuren is. Nadat we zaadjes van gehoorzaamheid planten, voelt het voor ons aan alsof er niets gebeurt. Maar er gebeurt wel degelijk van alles binnen in ons, daar waar we het niet kunnen zien. Net als het zaad dat uiteindelijk door de grond heen zal breken met een prachtige groene stengel, zullen onze zaden van gehoorzaamheid uiteindelijk doorbreken in een prachtige oogst welke God voor ons leven als doel had. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik weet dat het zaaien noodzakelijk is voor het oogsten. Dus ik wacht, verwachtingsvol, zelfs wanneer het aanvoelt alsof er niets gebeurt. Ik vertrouw op u, wetend dat u mij op het juiste moment in mijn oogstseizoen zult leiden. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.